de drie politiemannen die in verzekering waren gesteld door het Openbaar Ministerie OM in het voetbalincident, zijn door het Hof van Justitie vanmiddag in vrijheid gesteld. Dit wordt bevestigd tegenover Starnieuws door advocaat Hadley Derby. Eerder heeft de rechtercommissaris de inverzekeringstelling door het OM getoetst en onrechtmatig bevonden. De vervolging is in beroep gegaan hiertegen bij het Hof van Justitie. Bij de beoordeling is de beslissing van de rechtercommissaris bevestigd. De drie leden van het regio-bijstandsteam moeten onmiddellijk in vrijheid worden gesteld. Derby zegt dat als het OM de politieagenten had aangehoord, dan zou het duidelijk zijn dat de zaak anders is dan wat er door de aangevers is verklaard. Ook de beelden die circuleerden in de media vertelden volgens de raadsman niet het volledige verhaal. Politieagenten zijn gekapt en geklapt, de drie agenten waren in verschillende cellenhuizen opgesloten.